vandaag niet één, maar twee keukenprinsessen. Yvonne en Talita. Yvonne, wat gaan we maken? Nou Karen, wij gaan jou vandaag eens even verrassen met een heerlijke pasta met een tonijnsaus. Een lekker Italiaans recept. Nou, klinkt goed. Mm-hmm. En waarom dit recept, Talita? Ja, we hebben een beetje voor een makkelijk recept gekozen. We denken, we hebben toch al vaak druk en we moeten toch in een korte tijd iets lekkers op tafel zetten. Dus vandaar dat we gekozen hebben voor dit recept. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, wij ook. Voor dit recept hebben we nodig 500 gram gedroogde pennen of fusilli, 225 gram tonijn in olie, 2 tenen knoflook, 1 eetlepel kappertjes uitgelekt, 1 blikje van 30 gram anchovies in olie, 1 tot 2 verse rode Spaanse pepers, een klein bosje verse peterselie, 8 zwarte olijven zonder pit, wat kaneel, 700 gram passata, 400 gram gehakte tomaten en 1 citroen. Wat zijn jullie nu aan het doen? We zijn even de mise en place aan het voorbereiden. Voor, ja, zoals verteld gaan we een lekkere pasta maken met een lekkere tonijnsaus. Ja, eigenlijk gewoon een heel makkelijk recept. Ja. We dachten, we doen even lekker makkelijk voor de, drukke. Hè? We hebben toch allemaal druk bestaan, drukke moeders. Maar we dachten, nou, doen we eigenlijk iets simpels. Maar toch dat je toch even iets speciaals op tafel zet. Nee, dat is hartstikke mooi. Dat vonden we wel even anders. Dus niet de traditionele bolognese saus, maar een lekkere tonijnsaus. Oké. Dus, tenminste, we gaan ons best doen. Dus ik zie dat het water al kookt. Dus kunnen we hier dadelijk al pasta erin doen. Jullie hebben ontzettend leuke schorten aan. Ja, speciaal. Wij koken speciaal ook, onder andere natuurlijk voor dit programma. Ja. Maar ook omdat wij natuurlijk allebei heel graag koken. De keukenprinses. Ja, heel leuk. Leven is een feestje, moeten we het gewoon leuk maken samen, toch? Daar heb je helemaal gelijk in. Even kijken. We gaan beginnen met de tonijnolie. Ja. Normaal zou je de olijfolie zeg maar in de pan doen, maar wij gebruiken de olie van het tonijn, want dan krijg je echt lekker die speciale smaak van de vis. Komt dan lekker terug in de saus. Ja, ja. Wat slim. Ja. Dat is weer een handige tip voor de kijkers. Ja. Dus zo'n recept maken jullie ook vaker thuis met jullie gezin? Ja, zeker weten. Ja. Hebben jullie kinderen bijvoorbeeld? Ik ben getrouwd, ik heb 2 dochters, Mimi en Julie. Mimi is 12, Julie is 8. En jou ook wel lekker eten. Ja. Nou. Ja. En ik heb Steve en Renske, daar kook ik natuurlijk ook elke dag lekker voor. En die hebben ook heel graag pasta en die vinden tonijn ook lekker. Nou. Dus dat gaat er altijd goed in. Ideaal, dus heb je gezonde maaltijden, toch voedzaam. Ja. Lekker de energie voor de kinderen. Ja, klopt. Nou, voor een lekkere beetgare pasta laat ik hem altijd eerst het water op de kook komen. Of aan de kook komen en dan gaat de pasta daar ongeveer 8 minuten gaat die dan doorkoken. Oké. Okay. Ja. Ja. Nou, we gaan nu de anchovisfilet lekker toevoegen. Krijg je echt zo'n lekkere zoute smaak ervan. Even kijken of ik hier en die snij je niet meer kleine? Nee, mag je gewoon met... kun je zo helemaal toevoegen en dan wel een beetje uit elkaar halen. Is het bewust dat het paprika rood is? Ja, we hebben daar een bewuste keuze in gemaakt. Waarom was dat ook weer, Talita? Ja, het is een Italiaans gerecht, hè? Dus dan heb je in principe werk je dan maar met 3 kleuren. Dus rood, groen en wit, hè, van de pasta. Ja, ja. Dus het is toch wel leuk om een beetje in die combinatie te blijven. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we dit paprika kunnen toevoegen. Dat we inderdaad dat erop kunnen doen. Ja. Nou, doen we lekker de paprika erbij. Het ruikt wel heerlijk. Heerlijk, hè? Heb je honger, Karen? Nou. Beetje trekken. Jawel. En de knoflook die gaat later erin? Nee, die komt er nu ook bij. Oh ja. Doen we gewoon vers even persen. Oké. Wil jij die even door midden doen? Die kan er al in. Nou, kijk maar. Nou, dat is niet te klein. Kijk, zo. Mag ik even jouw mesje? Geeft toch een extra aroma, toch hè? Ja. Ja. Altijd goed en lekker knoflook erin. Knoflook hoort erbij, hè? Ja. Even afschudden. Het water afschudden. Zo. Nou. Teamwork, hè, ja, samen. Nou, om de pasta lekker een beetje beetgaar te houden en niet te plakkerig, doe ik er een klein beetje olijfolie in. Mm-hmm. Een mooie glans. Ja, een mooie glans. Nou, dan kunnen we de saus afmaken, hè? Hey, dames, en jullie koken graag, jullie eten graag. En wat is dan jullie geheim dat jullie toch zo slank erbij blijven? Nou, af en toe sporten we wel eens wat. Ja, okay. Dat doen we wel af en toe. Jawel. Dus we bewegen wel graag, hè? Vooral buiten. Ja. Hardlopen? Nee. Ja. Voor mijn handen. Ik doe zelf in een week 2 keer in de week hardlopen.
Op zondag ga ik vaker mee met een trimclubje in Kessel. Dus even zo bootcamp-achtig. Maar ja, het vind ik lekker. Ik vind het wel belangrijk om een beetje bewust te leven, zeg maar. Zeker als je dus begon. Dus leven is het natuurlijk wel... Het is wel belangrijk dat je af en toe wat calorieën ook wil verbranden. Ja. En Yvonne? Ja, ik doe ook hardlopen. En dan ook nog één keer in de week bootcamp. En ook één keer in de week buiten in de bos, in de Helderse bossen, lekker sporten onder begeleiding van een trainer. Ja. Oké. Okay. Dus, ja, dat is heerlijk. Dus ja, lekker buiten. Wil eventjes, nou, ik wil de kappertjes. Er mogen een paar kappertjes lekker bij. Oh, is ook lekker van de smaak. Ja. Waarom deden we die er ook alweer in? Die lekker een beetje zout smaak. Ja. Even kijken. Nou, dan doen we dadelijk. Wachten we heel eventjes. Tot, kunnen we dadelijk de tonijn toevoegen. Samen met de tomatenblokjes. Ja, en dan is het nog een beetje afgarneren. Lekker met een beetje kaneel. Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon heel simpel. Heel eenvoudig. Ja, maar dat is ook prima. Ja. Olijven, wanneer moeten de olijven erin, Talita? Die doen we dadelijk samen met de tonijn. Oh, ja, okay. Die kunnen we wel een beetje halveren. Een beetje snijden. Mm-hmm. Want, ja. Anders een beetje groot. Mosselen? Oh! Die heb ik niet in de aanbieding. Waarschijnlijk de anchovies. Ja. Die hebben hij zit wel in de goede richting. Het is wel met vis, maar geen mosselen dit keer. Nee. Een heerlijk gerechtje zijn we aan het maken. Ja. Voor zo dadelijk. Ja. Dus als je een beetje rustig aan de boodschappen doet, kunt u straks nog komen proeven. Als er geen kaas in doet. Nee, nee, dat komt in orde. Kaas bij. Nee. Nou, Talita, ik denk wel dat jij eens even lekker wil proeven voor onze heerlijke saus, hè? Graag. Dus nou, het is heet, hè? Lekker. Heerlijk. Ja, dan zeg ik het zelf. Ja, nou, gelukkig. Lekker. Helemaal goed. Ja, je moet het wel echt in combinatie met de pasta proeven. Want dit is best wel overheersend. Best wel pittig en ook wat zoutig, hè? Natuurlijk door de anchovies. En dan heb je de balans meer. Ja, echt heel lekker. Ja. Heerlijk. Nou, ik ben benieuwd wat het publiek ervan vindt. Nee. Dan mag ik jou ook een hapje geven. Ja, heerlijk. Nou, staat even boffen. Ja. Even kijken, ik heb hier... Het kunt u uw vrouw vanavond verrassen. Hier, Zit toch daar, mevrouw? Hier, deze. Oh, sorry, is deze? Sorry, nee, deze is goed. Oké. Nou, ja. Ik zou zeggen, eet smaken. Dat zal wel lukken, denk ik. Een lekkere pasta met tonijnsaus. Ik kan er wel een beetje heet zijn, meneer. Ik ben benieuwd. Ik ook. Je is goed te eten. Hé, hey. Lekker, meneer? Nou, super. Hey Yvonne, wat zullen we doen met de pasta die we nou over hebben, met de lekkere saus? Die zouden we nog meer kunnen verwennen? Goeie vraag van jou, Talita. Ik denk dat het heel leuk is als wij een paar hardwerkende mannen eens even gaan verrassen. Ik weet wel een paar van mannen van timmermansbestratingen. Die hebben altijd honger. Wat een leuke idee. Laten we daar eens naartoe gaan. Oh, nou, vind ik een goed plan. Ja, gaan we doen. Dat gaan we doen. Nou, drinken we nog even lekker ons koffietje op en dan gaan we lekker op pad samen. Gezellig. Nou. Ja, ik ben zelf Leon Timmermans. Ik ben woonachtig in Echel, gemeente Pelemazenstad. En ja, mijn bedrijfje is Timmermans Bestratingen. En dat bestaat al 16 jaar. En dat hebben we toch redelijk behoren opgebouwd. Zoals je hier achter ons kunt zien, doen we de tuintjes aanleggen bij particulieren. Eigenlijk alles wat voorkomt in de tuin, dat verwerken wij. Dus mijn specialiteit zal toch wel de keramische tegels in de lichtwindensplit. Dat is toch wel iets moois. En die mannen hier achter mij, die zijn daar heel goed in. Dus dat is toch wel het ding. Ja. Zo'n ontwerp hier achter mij deze tijd, dit is... Door Peter Mestrom ontworpen, waar we veel samen mee werken. Hij maakt een plan, die heeft een tekening daar liggen. En die tekening gaan we dan hier ter plaatse gewoon uitwerken. En dan is dit het resultaat hier.
kijk eens hier, de mannen. Oh, kijk eens, die zien er hard op werk. Ja, heerlijk. Dat is goed. Ja. Deze pasta vandaag, die maakt wel veel goed. Ja. Ja, kijk, ze smaken er lekker rustig door. Wilt u ook genieten van het heerlijke recept? Kijk dan op onze website, daar kun je alles nog eens rustig nalezen. Wilt u ook een keer met mij komen koken gezellig bij de Jumbo? Stuur dan een mailtje naar info@omroeppnm.nl. Graag tot volgende week!